Ja, de paardenbloem, moet je kijken hoe in grote getalen staan ze in mijn tuin. En natuurlijk niet voor niets. Want toeval bestaat niet, lieve mensen. Dus ja, ik ga er eens eventjes eentje plukken. Dan ga ik eens eventjes even zo doen. Ik had het wel leuk. Dat deed ik als kind ook altijd al. Kijk, zo mooi. Het zijn allemaal zaadjes die we gaan planten, lieve mensen. Bij alle starseeds die nog niet weten dat ze starseeds zijn. Oké. Smaakt goed, vind ik. Het is echt lekker, jongens. Beetje bitter. Maar ik snap wel waarom ik laatst, dus ik aan het fietsen, toen gaf ik twee paarden dit. Het is echt lekker. Ja, ongewassen dus, maar. Maar ja, mochten mijn katten eroverheen geplast hebben, zou ook geen kwaad kunnen denken. Lekker. Ik weet niet of we hier ook nog iets mee kunnen. Ja, in principe kan ik gewoon doorslikken hoor, volgens mij. Nou, even kijken. Gaan we even kijken naar die gele, met die waar er nog gele blaadjes op zitten. Is dat dan de juiste? Ja. Nou, laten we even kijken of dat smaakt. Kijk hoor. Ja, ik doe het even andersom, want ik kan niet twee dingen tegelijk. Kijk. Even kijken. Hoe dat dan smaakt. Oh ja. Ja, dat is wel apart als je die zaadjes in je mond neemt. Dus van deze kan ik dus gebruiken om in de honing te doen, begrijp ik. En ik had nog een recept van Richard's vriendin gekregen, een partner. Ik even opzoeken, dat doe ik er wel even bij. Nou, dus in ieder die veel paardenbloemen in de tuin heeft staan, dan is het blijkbaar de bedoeling dat je er wat mee gaat doen. En nee, ik ga ze er dus niet uithalen. Dus ze blijven lekker staan. En dan komen ze iedere keer weer terug. Hoe gaaf is dat? Dan heb ik straks hier mijn eigen voedselbosje. Dit is ook weer iets aparts. Waar dit nou weer vandaan komt, geen idee. Als jullie het weten, hoor ik het graag. En dit? Volgens mij kan je dat ook eten. Nou, dan hebben we hier nog verderop de boterbloem. De boterbloem. Weet je wat we daar nog mee kunnen? Misschien weet één van jullie dat. En ik heb hier ook weer iets aparts tussen staan. Geen idee. Maar paardenbloemen, genoeg. En steel was echt lekker hoor, dus je kan het ook gewoon zo rauw eten. Ik heb het jullie net gezien. En ik vond het lekker. En als het niet zo was geweest, had ik het ook gezegd. Het is aan te bevelen. Oké, wens jullie een hele fijne dag. Ik ga stap 4 en 5 invullen.
van mijn autonoom barberen. Love you all. Bye bye.